Zaterdag 18 september hebben een 15-tal vrijwilligers meegedaan aan de Valkenburgse versie van de World Clean-up Day, ondersteund door het wijkteam van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Hier lopen burgemeester Daan Provost en wethouder Remy Meijers de trappen af bij de oude wasplaats aan de Geulpoort om hun deel van de opruimactie te doen. Bij de brug aan de Wilhelminalaan vond men een jerrycan die bij het weghalen verder opengereten werd, waardoor er dieselolie vrijkwam en de Geul instroomde. De stank van de dieselolie was duidelijk te ruiken. Bij de ingestorte Geul aan de Emmelaan werd een stuk ijzeren hekwerk vol met groen en andere troep aangetroffen, waarachter nog een hardboardplaat vast zat en deze werd dus weggehaald. De opruimactie in de Geul leverde een volle pick-up van het wijkteam op.